Mijn naam en fan is Dina Mariana Karelse. En voor Tanny getrouwd was, was Tanny se fan? Johannes. Wanneer is Tanny geboren? 28 juni. Ja. En oom se naam en fan? Ja, ek is my man Johannes, geboren die 10 september 1928. Is jylle broer en sister? Ja. Waar is jylle gebore? Ons is op Droekloof gebore. Waar is dit? Droekloof. In Kalidondestrik. Ja, Kalidondestrik. Maar meer na een natuur. Daar ja. Twee Droekloof. Ik weet niet of je van Houtloof weet nie. Ons dat is Moravische. Ja, ons is langs elkaar. Daar was onze kerk. Daar had ons kerk gegaan bij Houtloof. Dan loop ons, dan stap ons oog. Als het die dag kerk is, dat wordt elke, wat was het kerk, elke maand of elke? Ja. Ja, en dan stap ons oog, als ons nou niet een kar het met donkies om te rijden, dan stap ons oog. Ek is eigenlijk die ene waar die kindertjes draag. Is Tanny die oudste? Ek is die oudste, ja. Hoeveel kinders was jylle? Dat is 6, nee. Ons was 6, ja. Ja, bij 4, 5 jaar. Mijn eentje is nog een leden, maar voor mij. En 2 dochters. Ja. En wat ze werk het jylle ma en pa gedoen? Wat? Wat werk het jylle ma en pa gedoen? Mijn pa was, onze pa was... Was mijn pa, voorman. Hoe was mijn service? Op de Roekloof. Ja, toen ben ik oorgevat op Schouwaarsdag. Ja. Ja. Het andere meisje ook een boer, ja. En het jylle ma, wat het sy gedoen? Sy het ook maar mistje op die plaas gewerkt. Ons het maar bij die nooi in die baas gewerkt. Ja, sy het nou ja. Gewassen. Ja. Daar was die wasmachine. Ja. En jylle kinders moes jylle ook op die plaas gehelp het? Ja kijk, toe dit was nou al een beetje gevorderd voor en toe gegaan, toe ons nou al, ons het maar sê school gehad nie, toe ons ons in school gehad, naast aan Houtloof, die dorpie langs aan, die, daar het ons toe school gegaan, en toe op Houtloof, toen werd in de nader aan daar een schoentje gemaakt. Maar zei hulle, is zijn broer nie, hulle het eerst hier in school gegaan. Ons het eerst hier school gegaan, ja. Toen daar nog niet in school nie. So moes julle nou van Houtloof af Elim te kom vir school? Toen ons daarna het ons Elim te gekom vir school. En tot hier het hulle nou op Houtloof daar het hulle kerkje gemaakt. En toen hulle nou daar een kerkje het en een schooltje gemaakt het, toen moet ons weer oorgaan, want daar is die kinders nie. Toen moet ons weer oorgaan om daar bij die schooltje te, hoe noem je mensen? Dat hulle ook kan aangaan dat daar ook kinders is. Maar toen ging ik even naar, ik was bij slim. En toen ik in Sennert 4. En van Sennert 4 af, heb ik toen niks verder gevorderd nie. Want daar is niet onderwijzers wat voor ons verder kan. Daarna is ik uit die school uit. En ik is toen naar die plaats toe. Ik weet niet of, je weet zeker niet van Roy Droffici, daar bij Jan van Brakelse plaats niet. Nou, toen ik ga werken, ik zei maar nou steeds zoals ons nog gezegd, toen ik bij Miss Leni ga werken. In die huis? In die huis, ja. Wat was dan niet alles gedoen het? Jy doen sommig alles, al die soorten huiswerk, wat daar te doen is, ja, en daar was seker toen nog nie elektriciteit gewees nie. Eksies? Daar was nog seker toen nie elektriciteit gewees nie. Nee. Nie wat hulle sê? Nie elektriciteit, nie. Nee, daar was die nog nie. En moes jylle water gaan haal iewers? Ons moet die water gaan haal.
toen ons op Droekloof gewees het, het ons, het, nee, het ons op waar ons die water gedaan, boven die koppies. Ja. Niet dat we ons met die koppies gedaan het. Nee, maar, ons het, waar daar op Ilum. Nee, nee, op Droekloof het ons met die dam gehad. Ja. Daar het ons die water gedaan. En dat ons boven die plaats drinkwater gedaan, bij die Nooise Cementdam. Ja, dat, daar het ons die drinkwater voor onze kost gedaan. En hout? Moest jullie gaan hout halen? Hout halen, het ons in die veld, die is daar. Dit ons gaat maken, als er nou zo'n plekje gebrand is en het wordt droog. En dan kan ons nog weer die houtjes gaan uittrekken, ja, ja. Maar toen die mensen, maar allemaal stil waar die blanke. Ik weet het allemaal die bosjes wat zo die veld wat hoppen gegeven, dikkels gemaakt. Op zo'n manier nog. En als jullie nou zo in die veld was, het jullie veldkos geëet? Veldkos? Soos bolletjes en goed wat jullie uitge... Nee. En sê vir my, het jullie ma nog kruie gebruik as jylle siek was? Ja, kruie het ons gebruik. Wat het jylle gebruik? Kruisement. Mm-hmm. En het, ons was gesê vir die klasse loop, padabossie. Waarvoor het die mens dit gebruik? Ja, alles. En alles, wille alles ook, ja. Daar is nou sommer so vir algemeen, as ons nou net iets verkeer siek word. Ja, daar het ons, en het was goed. Bijgoed, het was bijgoed. Het was nog gezegd keertjes. Keertjes ook. Ja, keertjes is ook bij goed. Daar is onze kreeën, daar is onze... Daar was onze medicijnen. Er wordt allemaal in de koekwater getrek. Ja, ja. En als daar een babekje geboren is, was daar iemand wat kon komen helpen? Ja, ons het gehad... Was Oetani was onze familielid, van Maase kant haar familie. Oetani. Dat Oetani kwam waar van die plaats? Onze oma is zuster. Onze oma is zuster. Onze vader zei Oetani. Zij was die voetvrouw. Als haar babetjes gekomen, naar zij gekomen voor ons te komen helpen. Dat die kindertjes gaan zo ons nog eens gevangen worden, die baba. Ja. Maar mijn oma was het. Mijn oma was weer. Oma is vijf. Achterkomen. Dat werd maar gezegd. Dat werd mijn oma. Voetvrouw is. Het die groot mense vir julle stories vertel, toe julle klein was? Ja, ek kan nou nie eindelijk... Kijk, ons het nou so min school gegaan op Ilum. Skaas in school gegaan, toe moet ons ons weer terug gaan. En toe gaat daar ons nie veel aan nie. Toe kry ons nou nie veel. Maar ons het daarom... Ek weet nie of jy kan onthou... Onthou jy van stories? Ik weet wat te laat. Nee, ons het gaat weg. Daar is nog tijd voor stories nie. En het jylle, weet jylle daarom een beetje speeltijd gehad? Het jylle speeliekies gespeel? Ja, ons het daarom speeliekies gespeel. Maar hulle speel moest jy nou mee. Het jy ook nog Jan Blauw gespeel? Nee. Ja. Hoe werk Jan Blauw? Ons het nog Jan Blauw was het speeliekie. Ons het nog Jan Blauw gespeeld. Ja, ons het recitatietjes opgezet. Ja, ze had blokken. We maakten maar zo, de hokken. Ja. En wij hebben die klip gegooid. Nee, zie. Huh? Die klip. De klip in die blok. Oeh. En wij hebben die blokken. Met maar zo'n klip gegooid. Dit is een blauw, ik weet niet wat. En recitatietjes, ik onthoud nu nog van recitatietjes uit. Ik geleer het niet. Kan dat niet een onthou? Ja, ik onthou nog van die schildpad. Dat is hem voor ons. Die schildpad. Mijn kop is kaal. Mijn dop is vaal. En in mijn mond geen tand. Mijn voeten fijn. Die doet geen pijn. Hoe warm ook die zand. Al blij ik staan, ik sukkel aan. En gee maar net een zag. Ja. Nee, dat ken ik niet. Nee, maar dat ken ik nou nog. Nee, ik was ja. Te na die tijd. Ja, ja. Nou, wanneer het jullie toen nou Ilum toegetrek?
ons opa, na 50 dagen, nee, ik denk dat we 50 dagen hulle terug, het hulle ja, in te met mijn paard, man, ja. So sinkend been, ja. Toe my werk op. En toe sê, een, pa, sy een been is afgesit. Ja, dan na dat je, ja, het heeft nou heel kon werk, ja. Ja. Maar pa, oeh, jyne pa daarom gewerkt, pa was nou een die voorman op die plaas, pa die schapen, pa moet nou alles gezien het van die schapen, pa moet gezien het als hulle die koepen dip, die medicijnen moet ingie, pa moet gezien het als hulle stertjes gesnij word. Als die stertjes gesnij word, dan krijg ons ons mis die stertjes, en dan kook ons die stertjes, en dan trek ons die velletje af, en dan eet ons, is lekker, ja. Ja, ik weet niet, onthou jy daarvan? Ja, maar nu in die laatste tijd, we net weer slimmer, dan prikkel het af, en dan maak hulle weer een smoor, dan kom ik weer in die pot. Ja. Maar eerst het was om net zo. Ja. Maar toen wou die net weer slimmer zijn. En waar het julle toe geblei in Elim? Wat is dat? Ja. Best. Wat het gebleven? Besterheid? Nee, een zandverrat. Wat ons zo'n bleef. Nee, maar waar ons bij opa... Niet huis wat ik... Bij opa Piet gebleven tot ons... Nou, toen ons... Nee, was Besterheid. Oh, hij was met Besterheid. Maar toen ons naar school gegaan, hè. Ja. Toen ons bij opa Piet gebleven. Nee, maar is jullie bij August gebleven? Bij August, ja. Een boomsverrat. Ja, een boomsoor, ja. 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 Nou... Ik moet even haar zijn met Ussie. En opa, wat het maar... En je oudste is Ussie, ja. En jij nou niet twee van mijn dochters wat daar staan, nie? Ja. Mm-hmm. Nou, het hier nog... Ik het gehoor, hier was mensen wat plaatsen gehad het in Elim die tijd. Wat het opa gedoen? Nee, onze ik praat nog van opa Piet. Mm. Nee, hij was een Elimmer, hij was... Hij zei, zo goed, kom uit niet. Hij was alle oma goed. Excuus. Hij deed eigenlijk iets. Kijk, ons is ons toen weer weggetrekt, plaats toe, en tot ons toen weer teruggekomen. Toen ons bij een ander oom-antie, heeft ons toen gaat blij. En daarna is ons toe. Waar is ons toen? Niet waar het ons toen. Ja. Dus dat zijn dan die dorie afgegaan. Ja, ik heb niet dat allemaal. Kan Tani onthou wat er winkels was op die dorp geweest die tijd? O, hier. Nee, nee, bedaarde boven. Nee, hier in Elim. Ja, Elim. Ah. Nee, dit was niet die, nee, dit was niet die, die Elim, die, Ja, die Magadische. Ja, nee, dat. Missensel. Missensel, ja. Ja, nou was het een man alles, wat nou die museum is. Het al winkelgebied. Daai en nou, oké. Maar die is nou, hy is nou toe niet, hy is nou museum. Oh. Daar wat een man daar Nou wat het daai plek alles verkoop? Alles, hulle het, tot die enigste, alles, alles gekoop. Maar dit was misschien nog ingeweeg. Ja. Alles wat een mens kan gebruiken, het gebruiken. Zoals ons nou sê. Ja, alles wat prima was, goed ja. Koffie ook. Ja. Maak ons het zelf. Nou sê vir my, hoe het een mens die koffie gemaakt? Die koffie wat... Die rauw koffie. Die rauw pitte koffie wordt gemaakt, wordt gebrand. Gebrand. Dat wordt gebrand in die... In die pot. En dan wordt het nou, zoals ons zijn nou, ons heen was nou toe gebrand. Maar dat wordt nou gaar gemaakt. En dan het ons gekregen, die koffiepitten was rechte koffie. Nou, ons oude mensen, we kregen niet kregen daarvan. Maar die jong mensen kregen niet daarvan. Hulle wou die echtjes, droe-echtjes wordt opgemaakt. En dan wordt het, ik denk ons het nog een meeltje. En dan wordt het gemaal. Nou, die gemengde echtje en koffie, die kregen die kinders. Die koffie kregen hulle. En die koffiezak is in die ketel. En dit daar wordt daar aan gegooid.
En dan wou die water. En, nou ja, ik heb gewerkt op, ik zeg maar nou zeg, op het dorp heb ik gewerkt bij die Ono en die Obas. En ons wat daar gewerkt heeft ook gekregen van die gemeente. Ons heeft die daar schoon koffie gekregen. Daar was Ono en Obas. En daar was dat blauwkietje. En daar had Toetelen ons nog gezegd, Dina. Dat blauwkietje. Als Dina en naar die werksmensen, hulle kreeg van die koffie. Maar die blauwkietje kreeg die nooien en die baas. Of als Julien en Hanni kreeg die zelfs. Ja. Nou, hoe het proek eigenlijk koffie? Nee, dat smaakt lekker. Wat soort koffie krijg je mensen nou? Dat krijg je nog veel mix. Ja, mensen krijgen ons ook. Een mix, ja. Ja, ik gebruik nu die dingen koffie, maar ik weet niet wat zijn naam nou is. Maar ik heb me afgegaan, maar ik ben nog meer pie. Ik ben alleen een zakjes. Ik krijg koffie ook in zakjes. Oh ja. Zijn er die tea zakjes niet, ik krijg nog koffie ook, ja. Maar ik was eigenlijk die vachtenboer. Ik heb met die met vachten geboer. Ja, Joop Willem. Ja. Nou, vertel voor ons daarvan. Excuus. Vertel voor ons. Ik heb met vachten geboer. Waar nou, dan jullie aangehou? Op Willem. Dus dit is op Willem die hokken. Het ons nou gisteren, wanneer nou het ons voorbij gereden daarvoor. Verheerend. Daar wat hulle die nieuwe aanleg het. Maar eerst die mens het van mij. En die achter die huis het hulle hokkie gehad. Maar toen dit nou uitkom, die wetlijke die gezondheid, toen moet dit nou tot niet te zeggen, hokken moet toe. Ja, boe, moet dit nou gemaakt met die weg. En die vervang. En ik het, en hulle het nou, aan die tijd het hulle nou gegroeid, zij kan boe moet wachten, zij weet hoe. Nou, als daar een vacht is, je op zwaaien sloef was om ieder wat kapot. Ja. En als daar een vacht is naar de lid gekomen, breng je het naar mij toe. Met, ik kreeg ik dit. Ik kan nog niet namen noemen, maar dan gaat het hoog. Nou, wat het dan voor die varken gevoer? Toen was daar ons nou vachtblommen. Die vacht, ken je die vacht? Die witte? Die witblommen ja, en die blaren. Nou. Ik geef hem mijn vakken, ik maak die schilletjes bij elkaar. Wat mijn buren nou schil, dan geef hulle van mij die schilletjes. Dan krijgen onze boertjes, ons nou zeven die winkeljes toe, die simmels. En nou gooi ik die simmels. Nou, ik kook mij, ik geef niet mee achter mijn schillen. Mijn koos rover voor die dieren niet. Ik kook het. En dan meng ik, dan gooi ik simmels bij en dan maak ik dat. En mijn vachten was mooi. Ik heb betekent tot 7 vachten gehad. Nou, die Engelmensen, hier, is dat die vrouw was nog gisteren wanneer bij mij. Ons dan zei van, oh ja, een Engel. Nou. Nou, om David, hij was nou van die vooraanstaande mensen, die boeren. Hij koopt mijn vachten en betekent tot 7 vachten. Ik heb gehad. Daar was die tijd, niet net die vachten niet, daar was die groot zwarte en witte, ik weet nog niet wat de naam, hulle het een naam gehad. Nou, ik het van die ook gehad. Nou ja, als hulle te vet is en hulle moet jong naar kreelen, Merkoers. Nou, moet ons hoe noemen we eens nou, die veearts, moet ons laten komen van de daartoe af. Om die zorg te komen behandelen, anders dan gaan die kleintjes van samen dood. Nou ja, nou zei die veearts, neem die kleintjes weg van haar af. Dan geef je, nou is die vaak is net geboren, of hij wordt nog geboren op de thee. Dan wordt hij uitgehaald, nou is gelukkig dat ik nog hoop laat zijn. Ja, die is zorg het 11 gehad, kleintjes. Nou. Moet die klinkjes, het moet ik melk niet. Nou moet ik botteltjes krijgen en dan moet alle gevoel worden met die melk, met die botteltjes, wordt alle gevoel. Dat koeimelk? Koeimelk, dat zijn zo die andere melk. Dan wordt alle, dan voer ik voor alle,
Want die maas was nou ziek, sy het mas melkworst. Nou voer ek die kleintjes met die dinges. En dan moet ek hulle mas nou wat nou klaar melk gehad, moet ek ook nou weer uit hulle op sy sit, so dat hulle nou om elkaar melk kry. Maar nie ene verloor nie. En in die tijd het ek my broer achter my staan, hy is die tweede oudsaan, Petrus. Hy is nou ook al jaren dood, nie? Ja. Ja, Piet. En dan, as die sok melk was, en dan is hy so vet, sy kan maar sy vader beweeg nie. Dan het ou Piet, ou voeter, is het nou voor hom? Of het nou voor ding is? Dan laat ek die een in nie, maar ek denk dat het vir die ander een daar, anders kleinsien daarvan, hoe sy naam van, Zeta man, Mani. Mani. Dan moet hy in die hok slaap. Hy moet in die hok slaap bij die klein vakkies, so laat hy gaan geef. Maar vir die as hy, Nee. Dan moet hy geef, so as die sokker, die kleintjes kry en sy draai haar, laat sy nie, kijk, nou sy nie die kracht om pad te gee nie. Laat sy haar draai, dan moet hy in die hok slaap, so as elke kleintje wat geboren word, die moet hy wegvat, en nou, weet ek aan, sit bij die ander vak. Maar ik meen, ons het moeite gedoen, ek het moeite gedoen. Ek was eigenlijk die vakboer. Nou wat het oom gedoen? Wat se werk het oom gedoen? Ja, ek het op die plaats, ek het maar nou, want ek het ouwe geworden. Ek het plaats gelos. Ek kon nou, ek het me nou beter. Maar wat se plaaswerk het oom gedoen? Nie sommer, ek het eers skape op papas en dieren maar nader en toe. Die boeren moet nou die trekker so goed. Toen moest ek maar daar op ook leeg. Maar toen het nou weg en weg gegaan, maar nou gaan die mensen goed machineries. Maar die klink, sommer weg en weg. Zog het maar leren, riepelijk, wat. Maar het smaakt van, nee, raak het gewoon. Dit is vaak. Nou, waarmee... Slaap het vir net 2 uur. Waarmee het die mense geboer? Wat het julle geplant? Nie skape en bes. En wat is nie maar landerijen? Op vacht ook. Dit is hoender alles. En landerijen? Het hulle groente of iets gehad? Ja, dit wil help. Het moet hier, het moet nou daar bij. Kan nie nou dat schrik. Nie, dit net gaan wat hulle. Graag ze hebben een koren. Maar nu is het. Alles hoe zij goed zullen. Ik denk dat hij nu laat. Die nu is dat. Hij heeft me nog ogen neer. Die landen is eerlijk geel. Maar wat die lolige is. Je arme bijen gaat nu dood. En dan spijt me dat bloemen. Bijen met schade. Gaat dan maar dicht. Hij stikkel die andere ook. Nou, voor die trekkers daar gewissen. Toen het maar zo gewerkt met die, toen jullie gewerkt met die vier en die ploer. Met die vier en die ploer. Nou, soms gaat het bij ons huis voorbij. Ja, ik had dat best gedaan. Dat is hoe laat enig. Dan gaat hij na enig naar met die vier water krijgen. En voer krijgt eerst water. En dan voer krijgt voor laat hulle van elkaar gaat inspannen. Dus nou hier nacht naar met die arme goed moet alweer ingespannen worden. Ja, bij jullie maar wat daar. Vandaag gaan werken. Werk, ja. Nou, wat maar is toen loop ik, wij hebben waar het is. De rijgoed was schaar, maar het loopt helemaal over die berg. Ja. Dan komen we ver. Ja. Dan gaat het amper tot Calydon lopen. Ze moesten hoop, maar het draait altijd af. Hè. Ja, je moet gaan. Die vrouw is moest ook gelopen. Ja. Tot daar bij Calydon. Nou, het hulle, wat het hulle gebruik? Donkies? Of waarmee het hulle gebruik? Nee, hulle het nou peren, eersels, ja. Wat hulle noem, en muil. Ja, die muil, die eersels. Ja, dat is het mens nou genoem het. Nou, as jy nou 1 uur in die ochend hier wegtrek, wat het feit kom jy daar aan? Soms vroeg. Nee, ons kom vroeg en dan die... En het donker, maar gaan. Ja. En het was ook hy, het was lekker. Ons het niet toe, soos nou het hulle nou koffie krijg, ek gaat nie. Toen was het lekker, dit was die berg. As ek moet gaan werk,
als ik nou weer die naamik bedrijf zit, nou, en ik was naar papscheepte op het durf, dan moet ik al hier vanochtend moet hulle van mij gaan nemen. Daar die donker, die kloof. Totdat ik nou daarna bij die plaats is. En dan gaat hulle weer terug. En ik ga nou naar die werk toe. Ja. Ja, het mag hoffen. En dan in die avond moet je teruglopen. Nee, dan blijf ik daar tot kusten voor een week of zo, voordat ik nog weer terugkom. Ja, ja. Maar het was lekker. Dat was hij, vond niet. Nou, vertel van mij, was er iemand op het dorp wat dan tannie se varken gekoop het voor een slaghuis of zo? Dat gaat naar daar toe of toe naar die slaghuis toe. Daar is hulle dinge. Nou ja, denk nou net, al die moeite wat ik nou maak en voor hulle bezorgen, denk nou net hoe min geld krijg ik. Voor die, als ik betekent tot 7 vakken ingie, denk net, hoeveel geld krijg ik? Voor die 7 geld, dat is min. Kijk, Jan lieve nou, op David is me nou al lang al doen. Ja, David heeft ook gekocht hier. Nee? David heeft nog steeds mijn vakken gekocht. Ja. Ja, ja. Maar dit is aangegaan en hier is ik. Ja, dit is prijs met mijn, maar het is Polen nog. Ja. Alle gaan. Niet waar. Nog Polen. Net drie ponte. En weet allemaal hulle koring hier by die meel kom laat maal? Wie weet hulle meel laat hier by die meel maal? Hoor jy meel? Nee, is een meel. Op Elim is een meel. Nou, hy het gemaal, weer to die winkel nog beswaan. Ja. Want to die winkel nog, het is een meel ook. Maar hy maal nog. En my? Die water, vir water. Ons is zwaar. Hy het gewerkt by die meel. Om hoffie. Ja. En daar staat om hoffie op die print. Daar is hij bij die meel. Bij die sloot, daar bij die dier inkom. Daar is hij verheidse, hij was een meel daar. Maar hij was die laatste. Wat het hulle gemaakt? Ik weet dat was rog. Ja. Die man, die blanke mensen, kom meel, maar baasje, bosje, ja. En ik het gehoor, hier was smidswinkels op het dorp. Ja. Smitswinkels, waar die ouwens met die ijs gewerken. Ja, ja, ja. Ja, twee. Ja. Een onder mij, maar nu zeg, maar een is hier in elkaar geval, met die ene loopt de raadse. Er waren twee broers. Een is net hier gebleven. Die Danielse broers. Wat het hulle gemaakt daar zo alles? Ja, hulle, die toe rijmeersen moest nog met die die wielen, die waren allemaal, waar die band op het, waar ze lagen. Oh, die kach, die kach, die band die lagen, afval, dat zo'n kring, nou, alle zweesje moest er niet, alle kappen aan het, is bloedrooi warm, als plaatloom, dan gaat wel daar bij die, daar had men zijn sloot, maar die water loopt in, nou, daar gaat wel die band opzetten. Toen met die blokken gooien we allemaal op een hoop. Met die banden daarin. De mannen zaten voor me zo'n lange rij met emmers. Zoals die band om mij droog uit kon. Dan moet je net water. Je hoort net gooi water. Maar ik was nog kind, ik heb maar gekeken. Maar dan moet je dan water aangeven van elkaar. Of anders dan brand die. Hij warm is voor me zo uit. Dat was mooi geweest. Maar nu is het allemaal dat tijger. Karre alles. Het jullie ooit bij die dam gaan kamp? Ons was eigenlijk dammense niet. Nee. En buffeljaart niet. Nee, ons het buffeljaart. Ons het buffeljaart toe gaan. Eerlijke strand. En Jesse mama, ik was eigenlijk een dam. Een dam met mensen geweest niet. Een dam terug aan het niet. Ja, ik het wel glad ben. Ik was bang geweest. Ja, een van op vier van ons was zo bang geweest. Ja. Hartelijk bij mij daar, ik had zwart holletjes in mijn leven. Nou, hartelijk bij daar met die water, dan wil hulle omvang. Dan wil hulle met die water, maar hartelijk bij daar weg. Ik zie hem nu nog dat ik op bij daar doe. Ja. Het mensen vis gebring, hierna te vars vis?
vis, vars vis, kon jylle vars vis kry ja, hier in Elim? Ons, ja, kyk ons, soos ek nou sê, ons het maar nou ons vis gekry van buffeljagde van die dam af. Ja. Wie het toe vis gery? Karre. Wie het daar het mis gery vis? In een kuslap. Oh. Hoplie, ne? Oh. Is ver. Wat? In een bandje ook, ik noem het nog. Ja, hulle het vis gekry. Ja, hier was vis karre. Ja. Hoe gereeld het hulle gekom? Is sieke maar net wanneer hulle, ek skies wanneer hulle dit het, ek toch nou nie hoe nie. Maar ons het daarom altijd gehad van alles. Het meerdeel harder soms. Ja, ja. Harders, ja. Dat die mens het maar, julle met haar bij, haar kallas, jou oog en nieuwigers, daar was een hokker geweest, maar van julle met haar vis, met nette moest ze. Ja. En het jylle ooit van skeepswrakke gehoor, hier op die dorp? Ek nie eindelijk, sêke nie eindelijk, ek weet, het is daarom van my, maar kijk, ons is maar so'n mense wat my aan die kant geblei het.